ben Remco Visser, beeldend kunstenaar. Ik ben ooit begonnen als graffiti spuiter in 1994. En toen was het door een roosje al een begrip in heel Nederland eigenlijk. Dat je een Hall of Fame had en hier kon graffiti spuiten. Dus we zijn hier nu ook bij door een roosje. Ja, en binnen is dan eigenlijk pas 10 jaar later ontstaan of gekomen. En kwam meer omdat toen in Nijmegen kwam te wonen. En ontdekte toen ook als uitgaangelegenheid dat er dus ook nog binnen muziek werd gedraaid. En in plaats van alleen maar dat de graffiti aan de buitenkant gespoten mocht worden. Dus toen ooit een keer naar een concert geweest van Venetian Snares. Dat was, ik ben wel wat gewend qua stevige muziek en zo. En, nog nooit oordopjes aan hoeven schaffen, maar die avond stond de muziek gewoon echt zo snoeiluid en hard dat gewoon oordoppen nodig waren voor het eerst in mijn leven. Dus ja, dat is een goede herinnering die ik aan een feestje heb in Doornroosje. En een ander concert wat me goed is bijgebleven was de Gaslamp Killer. Die heb ik ooit een keer ontdekt op Lowland. Dat was laat in de avond, maar vervolgens kwam je dus hier en door een roosje interactie. Dus oh ja, daar moet ik ook even heen. En ik had een soort van, hij was in het publiek voordat hij al ging optreden. Dus er was een mogelijkheid om in gesprek te raken. Dus ik had stiekem een wasknijper op hem geplakt toen hij aan de bar naast me kwam staan. En, nou, vervolgens een biertje besteld, allebei. En ineens zei hij zo van, hè, wat is dit? Heb jij dit gedaan? Ik zei, nee. En hij zo, wow, helemaal van dat hij het super vet vond. En ik zo van, nee, nee, toch, ik was het wel. En hij zo, wow, bedankt. En nou, toen raakten we in gesprek over de muziek. En een bepaald nummer van Flying Lotus, Satellite, heet dat volgens mij. En ik vroeg of hij dat nummer ook ging draaien en hij was helemaal zo van ja, dat komt wel goed. Dus nou ja, helemaal goed naar het zin, helemaal los aan het gaan en vervolgens dropt hij dat nummer dus. En we hadden dus weer een momentje, weer dat hij me aankijkt en hij zo, dit was hem toch? Ik zei, ja, dat was hem. En vervolgens we helemaal los gaan. Ja, dat was echt... ook een goed moment in Roosje.